Trauma kan worden overgedragen in de baarmoeder. Heel vaak zeggen mensen van: ik ben zo gespannen en ik schrik zo erg van dingen en ik ben zo snel door dingen overweldigd. Maar in mijn leven heb ik eigenlijk niks meegemaakt waar ik dat aan kan koppelen. En trauma kan hebben plaatsgevonden op het moment dat je nog geen bewust geheugen had. Dus voor je derde levensjaar. En het kan al overgedragen worden in de baarmoeder. Via de stresshormonen van de moeder kan het trauma direct worden overgedragen, want die stresshormonen passeren de placenta en beïnvloeden het omhulsel van de genen. En jij kunt dus een reactie vertonen die exact hetzelfde is als datgene wat je moeder aan trauma heeft meegemaakt. Je kunt daar zelfs de beelden bij hebben die je moeder had. En ik zie dat steeds vaker in mijn praktijk. En het voordeel is dat ik zowel met traumaheling werk als met familieopstellingen. Zodat ik ook soms in een traumahelingsconsult elementen van familieopstellingen kan invoegen. En dan vallen dingen meer op zijn plek en dan kunnen we de dingen die bij de moeder horen ook. Daarvoor zorgen dat die bij de moeder zijn en blijven. En als de moeder daar ondersteuning voor nodig heeft, kunnen we weer iemand achter haar plaatsen die haar ondersteunt. Zodat jij als kind dat niet hoeft te dragen. Maar het draagt ook heel veel bij aan je begrip als je gaat voelen en ervaren waar het vandaan komt. Zo was er iemand die, een cliënt van mij, die schrok bij elke knal. Of er nu een kopje heel hard werd neergezet, of dat er een deur heel hard dichtgeslagen werd, of dat er een raam dichtklapte door de wind. En dat breidde zich zelfs uit naar bang zijn voor de wind, omdat dat gepaard kon gaan met zo'n knal. De moeder van deze cliënt had als kleinkind een zwaar bombardement meegemaakt, wat heel heftig had ingewerkt. En waarbij ze ook nog eens, omdat de moeder zo klein was tijdens dat bombardement, heeft ze ook nog de angst meegemaakt van haar ouders. Dus dat zat ook gekoppeld aan die enorme knal van het bombardement. Dus die moeder was bang voor alle knallen. Dus steeds als er een hard geluid kwam, reageerde ze met enorm veel spanning en het aanmaken van een hele grote golf van stresshormonen. Dus mijn cliënt, toen die in de baarmoeder was, heeft ook die relatie leren leggen tussen een harde knal en heel veel stress. Dus als je zogenaamde irreële spanningen hebt of stress, dan kan het altijd helpend zijn om te kijken van: hey, misschien draag ik dit wel van iemand uit mijn familiesysteem. En ook al heb je daar helemaal geen zicht op, om tegen jezelf te zeggen: er moet een reden voor zijn. En ik heb compassie met mezelf, ook als ik mijn stress of mijn spanning niet begrijp.
Met een familieopstelling of met een korte geleide oefening tijdens een traumaconsult, waarbij we kijken naar wat deze persoon draagt van haar moeder en van de ouders van haar moeder, ontstaat er een inzicht in dat oorspronkelijke trauma bij hen hoorde. En dat het in die tijd was. En dat er nu in dit geval geen bombardement is. Dat de oorlog voorbij is. En er kunnen nieuwe koppelingen gemaakt worden tussen een knal en een veilige situatie. Dus dat vind ik de waarde van die twee vleugels: traumaheling en familieopstellingen. Met de vogel die deze vleugels bezit als centrum. En dat is meditatie. Dat is degene die het gadeslaat. Die alleen maar het bewustzijn is dat het gadeslaat. En dat zijn de ankers die ik in mijn werk verenig. Traumaheling, familieopstellingen en meditatie. Mocht je meer willen lezen of horen van wat ik aanbied, dan vind je heel veel gegevens en links daarnaar in de beschrijving onder dit filmpje.